Ze zien elkaar voor het eerst dit seizoen. HFC op bezoek bij de Treffers. Eind april staat de return in Haarlem vastgesteld. De bond voor de Treffers raakt de bal in eerste instantie half. En kan er hier alsnog vandoor. De bond ontsnapt aan de defensie van HFC. Het houdt het midden tussen een voorzet en misschien wel een mislukte doelpoging. Hoe dan ook, dit is geen goede actie van de bond. Beginfase van de wedstrijd waarin beide ploegen opvallend aanvallend starten. Dit een mogelijkheid voor HFC. De bal gemist in eerste instantie door Lewis. De Treffers dat problemen heeft om die bal weg te krijgen. Dan de inzet van Tameres. En uiteindelijk verdwijnt de bal naast. Het levert HFC wel een hoekschop op. Nog steeds het begin van de wedstrijd. Daar is Van Soest. Maar die kopt over. Ver over het doel bij Cornelis. Niet veel later. We zitten nog steeds in de beginfase van de wedstrijd. Dit, Maartsdorf. Goeie voorzet. Balkenstein gaat vaak mee naar voren als verdediger. Maar kopt naast. Goeie mogelijkheid voor de verdediger. Maar het blijft 0-0. Niet veel later een vrije trap van de bond. En dit keer kopt Jansen naast. Zo zijn er meer mogelijkheden op een treffer voor de Treffers dan voor de Koninklijke HFC. Een verre ingooi dan van Misicjan. Nog steeds in de eerste 20 minuten van de wedstrijd. Maarsdorf trapt half naast de bal. Een enkeling bij de Treffers protesteert bij de scheids. Maar de bal verdwijnt niet op de stip. Jansen die zijn ploeg aangesterkt zag worden door problemen bij buurman Achilles 29. Tameres voor HFC. Mogelijkheid gemist. Er komt nog een tweede mogelijkheid voor de Koninklijke. Maar deze bal verdwijnt naast en komt van de voet van Lewis. En evenals aan het begin van deze wedstrijd leverde ook dit een hoekschop op. Maar geen mogelijkheid voor Dongschot. Volgend seizoen op de bank bij IJsselmeervogels. Ruststand 0-0. Er gebeurde weinig in het tweede gedeelte van de eerste helft. Maar na rust zet de Treffers aan. Het heeft daarvoor mogelijkheden voldoende. Opnieuw Maartsdorf verlengde eerder deze week zijn contract in Groesbeek met 2 jaar. Begint volgend seizoen aan zijn 5e seizoen in de rood-zwarte kleuren. Kortom is een blijvertje waar zijn 2 aanvallende collega's van vorig seizoen ontbreken. Dit is een stevige overtreding. Dat mag door en daardoor kan de Treffers door via Maartsdorf. Bal kwijtgeraakt. Tameres. Hem overkomt hetzelfde. We zijn terug bij Maartsdorf. Het is een aanval met vallen en opstaan. Het leidt wel tot een schot van Wouters. Maar dat verdwijnt naast. Hij kwam over, staat op het veld. Evenals Van der Beek, nummer 3 Verstegen, is geschorst. Vrije trap Koninklijke. Komt van de voet van Tameres, maar wordt naast geknikt door een invaller. Door Van der Broek. Hij naar rust in het veld gekomen bij de Koninklijke HFC. En gaat HFC eindelijk weer eens punten halen nadat het zoveel wedstrijden recentelijk verloor. Het had gekund via deze lob van Vanson. Maar die ziet zijn lob op het dak van het doel belanden. En hoewel deze beelden doen voorkomen alsof Koninklijke HFC na rust eigenlijk lekker kon meevoetballen met de Treffers. Niets is minder waar. De ploeg kreeg wel kansen, dat moet gezegd. Maar de Treffers was beslist sterker. Deze bal verdwijnt naast. En in de slotfase waar we inmiddels in terecht zijn gekomen komt de ploeg van Anton Jansen nog een keer via wie anders dan Maartsdorf. Bacek, een invaller bij de Treffers, kopt de bal in de handen bij Boks. En zo tikt de tijd weg. Opnieuw Maartsdorf, weer met de bal breed. En dan met deze goed bedachte lob, maar hij verschalkt Boks niet. Nog wel een hoekschop voor de Treffers. En deze van Balkenstein, de kopbal, verdwijnt op de lat en vervolgens over. Kortom, de Treffers aan de beterende hand, dat zeker. Maar echt veel punten levert dat in ieder geval vanmiddag tegen de Koninklijke niet op. Ik denk dat de HFC gelukkig is met dat puntje in Groesbeek.